Tijdens een kinderfeestje in een speeltuin aan de Bermweg in Capelle aan de IJssel zijn zaterdagavond 3 kinderen gewond geraakt. De kinderen klommen in een houten torentje welke verbonden zit met een loopbrug van touw naar een tweede toren. Toen ter afsluiting een groepsfoto werd gemaakt met de kinderen in het speeltoestel, begaf de houten leuning het. Hierbij maakten 3 van de in totaal 6 kinderen een val van zo'n 2,5 meter. Meerdere ambulances, maar ook het mobiel medisch team kwam ter plaatse. Volgens de politie lijkt het letsel mee te vallen van de kinderen. 1 kind werd ter plaatse behandeld. 2 anderen moesten voor controle naar een ziekenhuis toe. Er wordt onderzoek gedaan wat er zich afspeelde ten tijde van het ongeval. Ook de staat van het klimtoestel zal worden meegenomen in het onderzoek.